I melee rock. Hiding in my socks. Running from a op. And I shoot at op. And I'm on the block. And I'm on the block. In New York, I melee rock. Hiding in my socks. Hiding in my socks. Bent u een startende ondernemer, een ervaren ondernemer of doet u internationaal zaken? Er is één bank die u 24/7 en overal bij u kan hebben. Al uw bankzaken, tot aan uw vingertoppen. Thuis, op kantoor, onderweg. Of bij uw vertrouwde bank. De Hagringbank is uw financiële partner bij elke ondernemende stap. Vanaf het kleine begin tot de grootste dromen. Hagringbank denkt met u en uw business mee. Makkelijk zaken doen met de Hagringbank. Oh ja, die weet toch al, die zo. Onvals. Was je altijd zo dat je liet je letten op je uiterlijk, hoe je eruit ziet, altijd je baard netjes geschoren? Oh, nee. Maar gewoon voor dit moment. Voor dit moment speciaal? Ja, dat is een interview, hallo. De wereld kijkt dus. Netjes zijn. Het is echt grappig, want ik ken je van vroeger, Donna. En je was altijd die eenvoudige jongen op je brommetje. Toen op mijn fiets. Toen op je fiets, precies. Precies. Met je broschkotten. Hé, hey, dat ken je heel goed. Ik ken je heel goed, ja. Je staat er versteld van. Vertel. Van waar die drive om zo vroeg te beginnen met je eigen jobjes te doen? Sowieso vanuit mijn moederskant. Zij heeft me gestimuleerd. Ik begon eerst met een grasmachine. Je gaat een grasmachine voor je kopen, dan begin je voortrein te maaien. En toen een collega van de belde weer van, kan je zo'n bij me kunnen maaien? En zo ging het door, de buurt zag me maaien. Hij was de maaier van de buurt. Mijn kleine zoutjes op zak te hebben. Ja, precies, want er zijn zoveel mensen die zich eigenlijk schamen om jobjes te doen, om mensen ergens schoon te maken. Maar hoe kijk je daarnaar? Elk weekend, zaterdag, zondag, maaide ik vanaf 7 uur morgens tot 12 uur. Eigenlijk door de week gewoon mijn geld rustig aan 200 SLD, toen der tijd. Precies. Doe je nog wat met maaien? No, ik heb geen tijd daarvoor, helemaal niet. Maar is er een speciale liefde dat je kijkt, eten slordig en dan ga je maaien en dan, ik heb dit gedaan. Ik had het wel, ik had het en ik heb het nog steeds. Ik nam meteen bepaalde klanten, ik netjes doen en dan in de middaguur als je langs hier is, dacht je van, Nami. Nami zegt van ja, netjes, speak fijn. Samen met de andere mattie van mijn dienst, hoor. Reynold. Je moet meteen aan hem denken. Dat piekfijne heb je denk ik ook meegenomen in je danscarrière. Je startte bij de Mysticals, ook van de buurt. Hoe was die periode? Ik weet, ik heb één ding gehoord. En je moet me vertellen of het waar is. Dat toen Jimmy en CJ en zo, dat je niet mocht dansen als je je best niet deed op school. Is het waar? Ja, dat was het wel. Maar wij hadden eigenlijk nooit er last van. Omdat die vibe was dat die hele groep studeerde en jij wilde daar niet achterblijven. Dus je deed sowieso je best op school. Mm-hmm. Maar dat hadden we niet echt. Meer bij die, ik denk 2005 nog, is Jimmy gestart met de New Generation of Mysticals. Die kleintjes. En daar was die regel er wel. Dat als die kleintjes niet studeerden, ze niet zouden optreden. Hey, daar zijn we weer met de fysiotip. Vaak krijg ik te horen dat mensen geen tijd hebben om te gaan sporten of om hun oefeningen te doen. Thuis kan je genoeg doen. Je kan squats doen, je kan lopen, je kan buikspieroefeningen doen, noem het maar op. Als je tips nodig hebt, vraag je fysiotherapeut of ga even op het net naar wat rustige oefeningen kijken. En dan zijn we er volgende week weer met de fysiotip. Tot ziens!
De Hakringbank introduceert als eerste in Suriname online betalen met Hakringbank Online Payments, kort gezegd HOP. U betaalt met HOP 24/7 en overal online in SID's met uw Hakringbank Pinpas. Kijk uit naar het HOP-logo op de website van de participerende bedrijven. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Ik moest een taart bezorgen op dit adres. Ja, dat klopt. Klopt het? Hartelijk gefeliciteerd. HOP, de nieuwe manier van betalen. Ja, en op een gegeven moment zeg je tegen jezelf, wat eigenlijk is de muziek, is de dansscene een beetje niet doodgebloed, maar door het wegvallen van Turbo en daarmee ook Turbo Squad, was het eigenlijk een beetje een kleine stille periode. Ja, maar dat kwam meer door die mensen, die battles, dus die organiseren. Precies. Ja, die battles organiseren. Zij die het meer voor het geld, niet voor liefde, want als een groep won, zeg maar een Duitse SLB, was het dat voor die groep, verder ja, niets meer. Precies. En al die andere groepen die dan meededen en investeerden erin, kregen dan niets eruit terug. Ja. Dus ze dachten die jongens van, nou, dan ga ik niet meer dansen hoor. Ja, want je had echt van die scholen, danskampioenschappen, ja, waar ik pina pina na nis mee mocht. En iedereen was op het balkon en ja, dan toch, wanneer Mysticals kwam of Turbo Squad toen was iedereen binnen. Ja. Maar hoe vond je die periode zelf? Want je hebt zelf ook meegedaan. Ja, het was heel anders, maar het was elke dag trainen. Je voelde die drukking van hey, nee, jij moet de beste zijn van Suriname, je moet die titel behouden. Mm-hmm. Dat is echt een druk. Dat is ook leuk hoor. En met kleding en zo, want ja, je moet toch wel ergens innovatief zijn, ergens iets leuks brengen. Ja, kleding werd meer eigenlijk door Jimmy gedaan en die andere heren. Mm-hmm. Ik was toen nog niet in die positie om te bemoeien. Hey. Ja. Was je het altijd eens over kleding? Ja, sowieso. Nooit heb ik geklaagd van hey, dit is niet mooi of dit past niet. Ook al moest je in een legging dansen. Heb ik legging gedaan, ik weet het niet meer. Toen de tijd niet, maar in mijn tijd wel. Wel. Ja. En hoe doe je nu met kleding? Dus wie ontwerpt, van waar samen alles? Samen met die jongens gewoon hoor. Die jongens, ik. Gewoon samen doen. Oké. Want ja, nu ben je wel de pionier wat dansen betreft in Suriname. Weet je? Los van de Mysticals kent iedereen jou ook gewoon om vals als eigenlijk. Als ik iets wil zien over dansen, moet ik gewoon je story checken op Instagram, op Facebook, ja, op WhatsApp. En je wordt gewoon helemaal blij, want iedereen, ja, ha, ha, ha. Precies. Je hebt eigenlijk een gat gezien in de markt. Om dansen niet meer als entertainment per se, maar ook als sport te brengen. Ja, dus de vraag was eigenlijk groter. Van, mm-hmm, geef je les, verzorg je les, dit, dat. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat, zeg maar, Lorenzo en ik, ja, zijn gestart met de Mysticals danslessen. Oké. Okay. We zijn eerst begonnen op ergens Wilhelminastraat bij, weet je maar meer, ietsje nog, Asuper. Oh ja, hij geeft zelfs zijn soep. Ja, hij heeft eigenlijk, daar zijn we eerst begonnen. Want toen was de plek dus te klein voor ons, want er kwamen veel meer mensen. Zo naar CSS gaan, CSS, zo hier belangrijk. Bij onstage. Maar toen ook docenten hier zo zijn bij onstage. Ja, precies. Dat naar hier. En het gaat goed met de Mysticals? Nog steeds. Elke week op de planken zo, wat je zegt van, oké, waar is dat niet? Bijna elke weekend zijn we. Ja, want je moet ook, los van dansen, moet je ook echt up-to-date blijven met welke nieuwe liederen er zijn, met de nieuwe danspasjes. Hoe hou je dat allemaal bij? Het komt gewoon langs de tijdlijn, toch? Ja. Want ik volg heel veel dansers en sowieso ga ik dat krijgen op mijn tijdlijn elke dag. Mm-hmm. En als ik morgens opsta en ik scroll, zie ik van, oh, dit is niet één, dit is er. Dus zo blijf ik up-to-date. En dan kijk je en dan, hoe moeilijk is het om een danschoreografie over te brengen en zeker aan kinderen, want je bent met kinderen van 4, 5 jaar bezig ook? Vanaf 3 jaar. Vanaf 3 jaar? De baby's zijn vanaf 3 jaar. Het is eigenlijk een beetje makkelijk. Ik leer de basics, want dansen. Dansen begin je met tellen, dus 1 tot 8. Yeah. Dat is de basics en dat leer ik ze aan. Tellen van 1 tot 8 en weer 1 tot 8. En dan zet ik die beweging gewoon op tel. Oh, okay. 8 keer lang dit doen. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 8. Het zit echt eeuw, weet je? Als ik zou doen, is het zo oedoe. Maar je bent echt ah. En dat blijft ze bezig aan thuis. Oefenen naar die ouders, sturen soms video's en een beetje oefenen. Zo leuk! En de volgende week zijn ze dan weer ready om te komen. Mama, yeah, breng me naar leuk. Oh, je en dan voelt het. Ze die vibe. Hey, yeah. Ik ben niet goed bezig met dit. Nee, precies. Want ja, je hebt ook tieners. En
iedereen klaagt over tieners, hun gedrag met mobiele telefoons, bla 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 bla. Maar hoe dan ook, ze zijn leuke kinderen en ze moeten gewoon ook opgevoed worden. Nee, maar toevallig. Hoe ga je met hun om, met die tieners? Ik heb het probleem niet echt. Omdat ze echt weten waarvoor ze naar hier komen. Ja. Dus als ze hier zo zijn, misschien tot hier zijn ze met hun telefoon bezig. En daar is hun tas. En dan gaan ze beginnen te dansen. Dus ze weten waarvoor ze komen. Dus ik heb niet mensen die niet op hun ouders zijn verplicht om naar hier te komen. Ja, het zijn echt mensen die van dansen houden. Ja, precies. En is dansen voor iedereen tenslotte? Ja, sowieso voor iedereen. Bepaalde mensen zitten het gewoon in ze. Bepaalde moeten het gaan vormen. Ja. Zoals bij mij, het was niet bij mij. Serieus? No. Vergeleken. Ik ben begonnen met breakdance, hè. Ah, oké. Breakdance, en zo. En ik probeerde die winnen, zeg maar, 3-4 maanden lang. Waar misschien Fabien, die kleine jongen. Misschien binnen een week. Maar bij mij duurde het dan, zeg maar, 1-4 maanden lang. Dus bepaalde mensen het gewoon nog gaven. Ze kunnen iets gewoon binnen 1 dag aanleren, maar anderen moeten echt werken. Yes, maar je bent dan wel living proof dat als je hard werkt en gewoon keer op keer blijft doen, dat het wel lukt. En kan je die windmill en alles nog? Ja, nu wel. Maar niet zo geweldig hoor. Maar ik heb het wel. En jij hebt ook... Wat zeg je? Nee, dat wil ik zo graag leren. Je wil het zo graag leren, hè? Dat heeft gemaakt dat ik in de mystical dance ben beland. Oh, echt? Die windmill. Ik zag het in een film. The Boogeyman. En ik zag die man op zo'n ding doen op zo'n rug. Ik dacht, oei. Is het wel waar? Kan het? En ik zat op TECO. Technische school. En daar zag ik het voor het eerst live voor me. Jonge Roy Bosta. Je kent zijn naam nog. Ik kan zijn naam niet kennen, Roy. Roy is mijn idool. Roy. Hij Bosta, maar zijn dansnaam is Bosta. Hij deed het in die gang. Ik ben hem gelegen aan petten. Want ik vroeg die jongens van de mysticals van, kunnen jullie me win niet leren? En Jimmy zei aan ons van, ik ga je een stencil geven. Dan mag je het lezen. Een stencil? Ja, vroeger kopieerden ze alles vanuit YouTube, van het net. Het was niet echt YouTube. En ze hadden videobandjes, dus ze hebben die dingen gekopieerd. Alles was geschreven vroeger, hoe je breakdance moest doen. Van daaruit hebben ze ook die dingen geleerd. Dus hij zei mij, ga je een stencil geven. Want we hebben niet echt veel tijd. Dan mag je het gaan bestuderen. Mag ik je wat vertellen? Ja, zeg maar. Ik wil het zeker horen. Tot de dag van vandaag heb ik het niet gehad. Zo'n stencil van Jimmy kregen en dat van vandaag mee te zijn. Jimmy is erg man. Maar het is mijn geluk. Heb je hem ooit gezegd van hey Jimmy? Nee, je hebt me dat nooit gegeven. Maar ik heb het geleerd van Bosta, van Jimmy en die anderen. Zo ben ik beland in de mystical, want ze waren in de buurt. Ja, precies. Iets afstand, loopafstand. En hoe vonden je ouders het dat je danste? Ja. Ze moeten niet tegenhouden hoor. Moeder ik me altijd gestimuleerd, mijn vader was. Hij was wel streng. Hij vond dat ik 8:30 al thuis moest zijn. En soms kwamen die jongens een beetje laat. Of die training was een beetje strak. Ja. Dus dan moesten we doortrekken tot 10 uur, 11 uur. Dat belde ik wel even. 9:30 dat ik moest gaan. Dan moest ik 9:00 uur. Ja. Dus even wel melden. Mm-hmm. Maar 8:30 werd ik elke dag gebeld. De laptop is 8:30 morgen school. Ja, ik net om de blok. Ja, maar het is wel goed, want ja. Wat eigenlijk veel mensen denken, dat dansers veel vriendinnen hebben. Nee, het is niet zo hoor. Ze worden wel veel geliefd door dames, maar omgekeerd ook. Die dames worden veel geliefd door de heren. Dus het is eigenlijk gewoon. Omdat je presenteert iets dat mensen raakt. Ja. En mensen, ze kijken dan op naar je. Je bent dan gemotiveerd, geïnspireerd. Dus daarop lijkt het zo'n beetje. Weet je wat ik wel heb? Dus inderdaad dat je mensen raakt, toch? Maar soms zie je groepen dansen en dan kan anything zijn, cheerleading, competition of zo. En iedereen's gezicht is gewoon strak, alsof ze er niet van genieten. Dat zou. Ik denk aan de hand van dat lied, aan bepaalde liederen. En die andere emoties, zeg maar, dat hip-hop, een meet-mail lied of zo. Mm-hmm. Waar je een beetje rock is en rauw, dan ga je dan echt stoer dansen. Yeah. Als het een love song is, dan ga je echt smilen en het zo overbrengen. Dus aan de hand van de liederen ga je emotie van jezelf bepalen. Oké. Maar wat jij zegt, als je zeg maar mensen zit met gewoon een plain gezicht, zijn er mensen die nadenken of niet ervan genieten. Ja toch? En dan denk ik dat je niet daar thuis hoort. Nee, precies. Of ze weten het niet. Dat ze zo kijken. Nee, dat het
een emotie hoort bij een dansstijl. Ja, maar leer je dat ook aan je pupillen? Zeker. Emotie is belangrijk. Ja. En overdragen naar de grond kijken, want als je naar de grond kijkt, gaat je energie naar daar. Precies. En die mensen die naar jou kijken, gaan ze dan met hun telefoon bezig zijn of niet? Yes. Klopt. Als je echt naar iemand boven kijkt, dan ga je zien dat ze verliegen worden als ze wegkijken. Je hebt het meegemaakt. Je praat echt met hem. Oh, je doet het vaker. Wij doen het gewoon vaak als we optreden. Kijken we echt naar iemand. Bepaalde genieten, maar anderen worden echt verlegen. Waarom kijkt hij naar me awkward? Dus ik heb nu ook een adult class. Ja, dat zag ik. En zij ervaren het nu van, hé, dat is echt een workout man. Het is echt niet iets dat gewoon kinderen springen of zo. Ja. Ik kom, ik volg anderhalf uur, kijk hoe dat ik ben. Ja, precies. En ik dans maar 30 seconden van de week. Ja. Het is een manier. Wat ik wel zie op je video's van de adult class, is dat al die vrouwen zich gewoon, volgens mij vanaf ze binnen stappen, zich gewoon 10 keer sexier voelen. Dat is het. Dat is een uitlaatklep voor ze krijgen. Ja. Maar ik denk heel veel van die vrouwen hebben toen de tijd gedanst. Mm-hmm. Omdat misschien een kind erbij kwam kijken of werk kwam, ja, en was niet verstopt. En er was ook niet echt iets voor ze. Dus nu ik ermee gestart ben, dan voelen ze zich weer jong. Van hé, dit wat ik vroeger deed, kan ik niet meer doen. Ja. Dus ook één keer in de week. Ja. En ze genieten ervan. Ik krijg vaker appjes na de les van hé, leuke les, bedankt voor die les. Ja. Tot volgende week weer. Want het is natuurlijk wel veel anders, no? Dat die oudere klas en die jongere, weet je. Dat ze misschien zeggen, ja, kunnen we misschien een ander lied of toch niet? Soms krijg ik het wel hoor. Mm-hmm. Maar ja, ik ben je bent ook vals, hè? Ik ben docent, dus ik heb het ook geleerd bij een van die lessen van me van jij bent voor de klas, jij moet bepalen. Men moet niet voor je kunnen bepalen, anders gaat het anders aflopen. Ja. Dan ga jij niet meer de docent zijn, maar dan gaan de studenten dan over jou willen lopen en bepalen. Ja, precies. Dus ik word wel strak als ze met voorstellen komen van kunnen we dan dit lied dansen voor andere dingen. Neem ik het mee. Ik luister wel, ik zeg oké, dit kan. And then you J World, let me see you smile. And then you J World, move inside the side. Then you know you want J World. Online shoppen wanneer het jou uitkomt. Dat kan nu bij hoppa.sr. Via uw computer, tablet of smartphone kunt u 24 uur per dag shoppen. Ervaar het gemak van Hoppa. Online shoppen, online betalen met Hop, thuisbezorgen. Hoppa, shoppen zo geregeld. Bezoek nu hoppa.sr. Powered by de Hakeningbank. We'll be right back.